Philippe Cocu, de winnende trainer, had er nog een high five voor over, maar was vooral blij dat zijn ploeg Vitesse een lastige avond tegen de derde divisieclub had overleefd. Zijn collega Jordi Remerkens was vooral trots. Als je kijkt hoe gedisciplineerd in de organisatie zijn blijven spelen en dat uiteindelijk heel lang hebben volgehouden. Op basis van de eerste helft denk ik we een aantal mogelijkheden hebben gehad. In de tweede helft iets minder. Maar ja, goed, dan zie je die 90ste minuten langzaam dichterbij komen. En dan is het jammer dat je dan uiteindelijk in die 84ste minuten alsnog dat doelpunt binnenkrijgt. 2500 toeschouwers op Sportpark Bronsebroek in Heerlenheide. De tap draaide over uren en de spelers hadden een prachtige avond tegen een club uit de Eredivisie. De merk zowel het verschil en het bijgesteiners. Dat gaat wel 2-3 niveaus sneller. Zeker bij Isimat, dat vond ik echt een hele goede verdediger. Maar het bleef wel voetbal. En als keihard werkt, kan ze ook die gasten het moeilijk maken. En ik denk dat we dat ook hebben laten zien vandaag. Ja. Want jouw voorganger die was de held de vorige keer, Lennart Kwade hier. Jij dacht natuurlijk van dat kan ik ook. Ja, wie weet. Ik weet niet of zo'n heldenrol altijd voor een keeper is weggelegd. Want dat is natuurlijk, wij moeten vaak het vuile werk opknappen. Maar als het erin zat, waarom niet? En dromen mag altijd. Na afloop bleef het nog lang druk in de kantine, keerde Vitesse terug naar Arnhem. Maar hadden de spelers van Groene Ster geen tijd om lang te blijven hangen. Nee, morgen naar Scholen. Neugoer en Eindhoven zijn. Zeven voor de trein, dus ik ben zo douche en hoes. De spits moet naar school, maar jij moet ook naar school, begrijp ik. Ja, ik geef gewoon les, dus ik moet morgen gewoon rustig om 8:30 me melden. Ja. En dan neem ik aan dat je leerlingen wel links of rechts wat vragen hebben, toch? Ja, dat denk ik wel. Verwacht ik wel. We gaan het zien. En zo eindigt het bekeravontuur voor Groene Ster met een mooie ervaring en een geel-zwart souvenir.